Dames en heren, jongens en meisjes, we hebben ineens een heel groot probleem. Mijn basis wordt dus blijkbaar verkocht. Zoals jullie kunnen zien staat hier te koop. Meer info bij Makelaar Force met een foto van Rick Force en dan mijn grote basis. Hallo? Mijn basis wordt niet verkocht. Ik ben 2 weken op vakantie geweest. Lekker naar Aruba met een drankje en een hamburger in mijn handen. En ik kom terug en er is dit ineens gaande. Gadverdamme, Rick. Ongelooflijk dit weer. Gelukkig heb ik hier al even over gezeten met onze grote Rick Force. En dat ging een beetje zoals dit. Nou, als het goed is had ik met Rick afgesproken hier bij het makelaarbord van hem. Waar ook volgens mij gewoon... Wat zijn dat? Is dat letterlijk gewoon... Volgens mij is dat nog een watermerk gewoon erop. Wat is dit ook een slecht bord van jou, Rick? Hij ziet er wel mooi uit. Alleen ik ga mijn pand niet verkopen. Maar goed, Rick zei dat ik even hierop moest wachten, dus dat doen we dan ook even. En dan ben ik heel benieuwd wat voor uitleg die heeft, want nee, nee en nog eens nee. We gaan niet mijn megabasis verkopen. Hey! Rick, wat is dit? Hey Max! Wat is dit? Ja, ik hoorde al dat je hier was. Ja, natuurlijk ben ik. Ik woon hier! Ja! Natuurlijk ben ik hier. Wat is dit voor poepzooi? Ja, ik ben dus een makelaarsbedrijf begonnen. En ja. Dit gebouw kwam voor een prikkie via de gemeente. Die heeft dit dus in beslag genomen. Kijk, kijk, kijk. Ja, kijk. Deze gemeente. Jawel, we hebben een gemeente. De burgemeester die zei van, kijk, geen toegang. Het gebouw is in beslag genomen door inactiviteit. Wie is de burgemeester? We hebben geen burgemeester. Ja, die ken je wel. Die ken je wel, Max. Ik ben op vakantie geweest. Ik kom terug en jij verkoopt mijn gebouw. Ja, ik heb het opgekocht. Die niet eens af is. Ik heb het opgekocht. Hoeveel? Voor een sentimenteel bedrag. Dat is? 2 diamonds. Aan wie? De burgemeester. Oh mijn god, dit is echt helemaal poep gewoon. Dit is echt helemaal poep. Maar geen zorgen. Dit kan ik dus gewoon slopen en verder met mijn basis. Nee. Anders moet ik de politie bellen. Want er zit een. Kijk, er zit een artikel 94a SV op. Politie, man. Geen roleplay dit seizoen, Rick. Dit is een roleplay. Hier is geen politie. Kom even mee. Wat vind je trouwens van het billboard? Ja. Vind je hem wel mooi? Ja, het billboard is wel heel leuk. Vooral het gebouw erop is heel mooi. Jawel, hè? Ja, jammer van dat poppetje daar rechts. Die is een beetje lelijk. Ja, die mooie. Ja, die is goed. Maar kom even mee naar wat? Ja, kom even mee naar mijn makelaar. Ja, makelaar. Oh nee, je hebt niet hier een makelaar. Je gemaakt, kent toch? Natuurlijk de kringlopen van jouw spullen en zo. En ja, heb je die verbouwd? Ja, nee, ik heb de andere helft gebruikt. Kijk, dit is nu mijn makelaar. Kijk, Makelaar Force. Kijk, kom binnen. Nee. Kijk, hier heb ik nog een ander soort poster. Dat is dezelfde poster. Nee, kijk, bij die andere stond hier grote koop. Dit is een andere. Oh, ja, dit is maar anders. Maar ik ben trots op dit grote gebouw dat ik dit mag verkopen. Dat is mijn gebouw en hij staat niet te koop. Hij staat te koop. Niet te koop. Kijk, want hier komen de aankomende veilingen. Hier, winkelcentrum, datum zo snel mogelijk. Ik wist niet zo goed wanneer jij terugkwam. Want dat is natuurlijk een mooie kans. Je kan gewoon je eigen winkelcentrum gewoon terugkopen. Dat is helemaal geen punt. Ja. Kijk, en de veiling 2, die datum is nog onbekend, maar dat is een ongebruikte kast. Die staat daarnaast het gebruik van Ricky. Oh, heb je die van Justin ook gekleed? Nee! Ja, die kast, ik zie hem nog niet gebruikt worden. Dus die wordt ook ingenomen binnenkort. Oh mijn god. Hij is nog wel open, maar... Je kan niet zomaar mensen hun basis pakken en zeggen ik ga het verkopen. Ja, maar het is allemaal inactief. Dus ik moet ook geld verdienen. Ik was op vakantie! Ja, dat is niet gecommuniceerd. Maar kom even zitten, want misschien kunnen we hier even uitkomen. Zitten in jouw stomme... Dit is mijn baan. Wat heb ik met mijn trap gedaan? Was hier een trap? Ja, die is even weg. Die kan later ook terugkomen. Nee. Hey. Sorry. Verdorie. Nee, okay. Trouwens, niet doen. Dit is mijn baas. Nee, niet doen. Alsjeblieft, niet doen. Niet doen. Okay, ga gewoon even zitten. Prima, ik ga even zitten. Later, als ik alles verkocht heb, dan krijg je dit allemaal gewoon weer terug natuurlijk. Dat is helemaal geen punt. Hey, heb jij helemaal niet gekocht, dit. Dit huur ik. Aan wie? Dit heb ik bij de huurbond gehuurd. Er is geen huurbond, dit is van mij. Dit heb ik gebouwd. Maar er komt dus binnenkort een veiling. Ik heb al veel aanvragen gehad. Char wou al 2 stacks diamond bieden. Ik heb niet eens 2 stacks diamonds. Dus ik weet niet wat jij precies hebt. Maar misschien kunnen we wel een keer een dealtje uitregelen. Kijk, ik vind het ook helemaal niet erg om het even zo onder de tafel te doen, zeg maar. Ja. Ik heb alleen nog wel 1 ding voor je. Ja. Want dat wil ik wel nog even bespreken. Mijn bedoeling was eigenlijk om gisteren met meneer KB even te praten. Ja. Maar die was er dus niet. Dus dat was een beetje niet lastig. Niet opkomen dagen. Nee, die is niet opkomen dagen. Dus ik moest even iemand nieuw vinden. Dus veel plezier mee. Ik wist het. Ik wist het. Dat die steenbom zou zijn. Ik wou hem echt aan meneer KB geven. Maar die heeft het laatste moment afgezegd. En ik moest een nieuw slachtoffer vinden. Maar ik heb hem al eerder gehad. Ja, weet ik, maar ik had niemand anders. Oh, er zijn nog. God, dit is echt heel poep. 21 uur nog trouwens. Ik zei net 1 of 2 dagen, maar.
Dit is echt heel poep. Nog die stinkbom weer. 21 uur, man. Ik ben net terug van vakantie, man. Ik heb hem 1 seconde gehad. Ik had hem een Harlow gegeven. Toen ben ik op vakantie gegaan. De dag dat ik terugkom, bom. Oh, mijn god, die stomme stinkbom. Hij is wel leuk. Ja, hij is wel leuk, hè? Maar ik kan hem ook niet meer aan jou teruggeven. De regels zijn dat ik hem aan een nieuwe persoon moet geven. Dus jij bent nu veilig. Ik ben veilig. Dus van wie heb jij hem gekregen? Ik heb hem van Ricky gekregen. Ik stond rustig met Ricky te praten en in één keer gooit hij me even bij mijn schoenen neer. Ineens de bom. Wil je tegen niemand zeggen dat ik hem heb? Nee, dat is goed, is goed. Tegen niemand, oké? Nee, ik zeg niks, Nee, oké, dan kan ik proberen nog misschien aan iemand te geven. Weet mensen wel dat jij hem hebt? Niet iedereen. Alleen Char en... Ja, Char, Joris en Ricky wisten het. Ik ga proberen aan Char of Joris te geven, namelijk. Ja, die denken dat ik hem nog heb, denk ik. Want ja, ik heb gezegd dat ik het bij mijn IKB zou doen, maar dat hij niet reageerde. Ik heb niet gezegd dat ik het bij jou zou doen. Oké, dat is een goeie. Dan hou ik hem. En dan ga ik nu even dat bord slopen en mijn ding terugclaimen. Ja, en zo. Ja, dat... Ik wil eigenlijk wel die veiling doen. Ja, ik wacht wel op je veiling. Ik ben heel benieuwd wat er uit je veiling van jou gaat komen. Ja. Ja, maar misschien kunnen wij nog wel wat regelen dat jij misschien het nog half kan gebruiken of zo. Ja, dat we het misschien opsplitsen. Dat de helft van mij is en de helft van jou. Ik ga wel over wat leuks nadenken. Hoe ik dit gewoon kan oplossen zonder diamonds te verliezen en zonder mijn gebouw te verliezen. Wat dacht je daarvan? Ja, nee, dat vind ik een goeie. Ja, toch? Ja, maar kom er maar op terug, want anders dan gaat de veiling die zelfs zo snel mogelijk beginnen. Ja, helemaal prima. Dus, top. Helemaal prima. Super. Hey, en nu wegwezen hier, ik wil je niet meer zien. Ik hoop dat je vakantie leuk was, succes met de bom. Ja, dankjewel, je loopt tegen de paal. Ja, ik zag het, sorry. Doei. Ik zeg sorry tegen de paal. Sorry. Doei, Max. Doei. Ja, zo ging dat dus. Niet alleen verkoopt hij mijn gebouw, maar heeft hij me ook de bom verkocht? Maar zoals jullie in mijn inventory kunnen zien, dames en heren, is de bom inmiddels weer weg. Hé, maar Wally de Bally, waar is de bom dan nou? Nou, dat ging dus een beetje zoals dit. Als ik deze muur af heb, dan moet ik... Nee! Wat? Wat is dit nou weer? Hoe kom je aan die bom? Dit was zo perfect. Ik zat al de hele tijd te wachten. Hoe ga ik dit doen? Maar je ging nu gewoon letterlijk opgesloten. Je zit waar je geen kant op komt. Ik was ervan overtuigd dat Rick hem had. Maar joh, dat is eigenlijk best wel dom. Want we wisten dat Rick hem eigenlijk gisteren door zou geven. Ik was de klos. Gisteren. En nu jij. En nu ben ik de klos. Ben jij de klos. Ja, dames en heren. Zo had ik de bom. En letterlijk een paar uur later heb ik de bom gelijk al doorgegeven aan onze lieve Joris. Joris wist niet dat ik de bom had, dus ik kon hem heel makkelijk aan hem geven. En zijn wij er ook gelijk weer vanaf. En dan gaan we toch even stiekem onder het geen toegangbordje door hier. Het is namelijk nog steeds mijn basis, ondanks dat ik het wil verkopen. Maar waarom Joris hier was, jongens? Want je zag dat het in deze kleine tram hier gebeurde dat ik de bom aan hem gaf. Joris en ik gaan beginnen met mijn supersmelter. Joris heeft een prachtig ontwerp voor mij gecreëerd. Ik heb geen idee hoe die redstone dingen werken allemaal. Maar Joris heeft hier een prachtige redstone, hele mooie machine voor een supersmelter gemaakt. En die gaan we samen in elkaar zetten. Ik heb alle spullen verzameld. Hij heeft het ontwerp gemaakt. Dus laten we Joris erbij halen en dan gaan we even aan de slag gelijk. Nee, Joris, doe het niet. Spring niet. Maar... Doe het niet. Je hebt de bom maar even in de void, hoe die hier ook terecht is gekomen. Ik wil het niet. Doe het niet, Joris. Oh. Hey. Huh? Oh. Het is nep. Jammer. Hé, wij gaan een supersmelter bouwen en jij hebt de bom. Yes. Ja, ben je blij met de bom of... Nee. Ik heb hem nog geen 24 uur gehad. Dit gat is echt heel trippy van meerdere hoeken te zien. Voor de wier is hij normaal, maar voor de wier ziet het er echt heel raar uit. Hey, maar gaan we een supersmelter bouwen? Dat, denk ik wel. Jij hebt hem ontworpen. Wacht, kom, laten we eerst even die kant vliegen. Waar ben je nou? Oké, ik ben in mijn, waar de supersmelter komt. Hier, kijk. Ja. Hij komt hier. Hier heb jij het ontwerp gebouwd. Ik kan zweren dat ik hier 2 shulkerboxen had geplaatst met de spullen die we nodig hadden. Heb jij die gepakt? Wat? Ja, die ja, waarom had jij ze? Hoezo had jij de spullen? ik had de spullen allemaal al verzameld. Nee, jij had hier een ontwerp gemaakt voor een prachtige supersmelter. Prachtig. Het is een supersmelter. Ik bedoel, redstone systeem kan nooit echt heel mooi worden. Maar dat was ook de bedoeling, want hij komt achter glas zodat je hem ziet. Dat was mijn idee. Ja. En jij hebt hem gebouwd. En nu gaan we hem samen, of nou, jij hebt hem ontworpen en nu gaan we hem samen bouwen. Yep. Nou, start de timers maar. 3, 2, 1. Yes. Yay. Yay!
jeetje, Joris, wat een timelapse, hè. Gewoon twee hele shots, zo snel als we waren. Ja, dit ging redelijk rap. Het ging redelijk rap, inderdaad. En het design, kan jij even uitleggen hoe het werkt? Een beetje, want jij hebt dit ontworpen, ik bedoel, we hebben het samen gebouwd. Maar in principe ziet het er niet extreem ingewikkeld uit. Maar ik zou het niet kunnen maken. Nee, nou ja, je hebt onderin heb je die barrels daar. De barrels? Daaronder staat een minecart. Hier stop je de kool. Hier stop je je ores, dus dat je wil smelten. En hier komt het gesmolten spulletje komt eruit. Ja, dus je hebt minecarts onder die barrels. En zodra die vol raken, gaan die met de treinrails helemaal naar boven. En die gaan dan over de ovens heen om alles erin te stoppen. Ja, dus er zijn ovens gevuld hetzelfde. Met kool. Ja, en in dit geval hier met de ores. Zijn aan de andere kant gewoon de ores. Ja, en dan komen ze eruit. En via deze hoppers komen ze allemaal hier terecht. In principe dus redelijk simpel is dit. Denk je dat ik dit ook zou kunnen ooit? Of was dit best toch wel ingewikkeld? Ja, dat kan jij ooit wel maken. Ooit. Je moet even logica doen. Vooral voor dit kijken, dit systeem hier. Ja? Dat hij zeg maar kijkt hoe vol de minecart zit en op tijd hem wegsturen. Dat snap ik echt geen reet van. Laat hem even testen. Kom, we gaan... Eerst gaan we hier doen. Doe ik het kool erin. Dus als het goed is, als ik het kool erin doe, dan... Kijk, daar gaat hij. Daar ging hij. Hij ging gewoon. Ja. Wacht, ik heb nog meer kool. Oh nee, ik heb nog meer ijzer. Ik wil allemaal ijzer smelten. Ik heb alleen niet zo heel veel kool meer. Ik weet niet of jij nog kool hebt. Ja, vallig? Ik heb nog wel wat kool. Oké, kijk. Dan doen we daar het kool in. Dus dan gaat hij al dit kool gaat hij nu helemaal daarboven overal verspreiden. Als ik dan dit hierin doe, al mijn ijzer zo, hoppakee, dan gaat al dat ijzer wordt ook heen en weer gestuurd. Als je nu hier gaat kijken, hierachter. Waar? Ja? Die ze zo één voor één aangaan. Kijk, komt hij? Oh, ja, daar ging hij. Hij ging inderdaad aan. En nu komt hij terug, komt hij weer meer ophalen en dan gaat hij... Dan gaat hij hetzelfde weer doen. Dat kool is dus gewoon... die één stack kool is overal verspreid. Ja. En dan zou hier, als het goed is... Oh, kijk hoe snel dit gaat. Oh, hij telt er gewoon mega snel op. Hij gaat waarschijnlijk per 32. Gaat hij heel snel, klopt dat? Dus hij doet 32 in hooguit 10 seconden of zo misschien. Ja, kijk, daar gaat hij. Nu gaat hij door naar een stack. Yo, dit is zo snel. Nu kan ik zoveel makkelijker mijn spullen gewoon smelten. Maar ik heb wel meer kool nodig. Kan ik dat ergens kopen of zo? Of is het een ding? Ik heb wel kool voor je. Oh, kijk. Hey. Moet ik even ophalen, maar dat zal ik zo even doen. Hey, ik ben hier heel blij mee. Ik ben hier echt heel blij mee. Het kool is zo te zien op. Hij heeft heel snel heeft hij 64 en een half stack kool. Of nee, trouwens, hij is nog niet op. Nee, er komt nog meer aan, joh. Hey, joh. Er komt gewoon nog meer aan. Hoe ziet het van achteruit? Kijk, dan gaat de minecart omhoog daar. En die gaat dan eerst bovenin. Dan valt hij daar naar beneden. Oh, daarna hij valt hier naar beneden. Hier valt hij nu hier naar beneden. Ja, en dan valt hij hier weer naar beneden. Oh, dat is leuk. Komt hij weer hierheen om meer items op te halen. Hey, ik heb een cadeautje voor jou voor het ontwerpen van dit. Toch niet nog een bom? Nee, niet nog een bom. Niet nog een bom. Ik heb het hier ergens. Wacht. Laat me even zoeken. Een heel zeldzaam diamond blok. Wow. Wow. Het is een mini blok. Een mini diamond blok. Die is voor jou. Helemaal voor jou. Gewoon. Heb je helemaal niks aan, maar nee. Je krijgt wel wat leuks van, oké? Hebben we dit dicht? Ja, je krijgt wel wat leuks van. Goed, de supersmelter is helemaal af. En ik heb in de verkeerde kist gekeken. Want blijkbaar heb ik dus wel enorm veel kool. Dumpen we dan eventjes allemaal helemaal in deze kist hier. Dus dan kunnen we oneindig veel smelten. Laten we even kijken of ik dingen heb die ik heel graag wil smelten. Ik heb hier goud wat nog gesmolten moet worden. En that's it. Oké, goud en ijzer moest ik alleen nog maar smelten. Maar het lekkere is, jongens, ik hoef me niet meer zorgen te maken over furnaces en weet ik voor wat allemaal. Ik kan gewoon voortaan oneindig smelten. Het gaat zo ongelooflijk snel. Het is zo fijn. Let op, er zit nu 17, 19, 20, 30, 30, 30, 30, niet eens bij te houden. Dankjewel, Joris, voor dit prachtige design. Ik ben er heel blij mee. Hij maakt wel een beetje herrie af en toe met die trapdoors daar, of die gates. Maar blijkbaar moet dat vanwege een of ander redstone systeem. Nee, helemaal top. Helemaal blij mee. Jongens, ik ben trouwens achter nog iets gekomen. We hebben hier dat te koop wordt natuurlijk van Rick. Maar blijkbaar is er ook door onze Zombo een reclame gemaakt. Ik heb namelijk dit ineens hier gezien in mijn basis. Roodborstproducties voor al uw bladibla. En. Zo even hierheen vliegen en dan hierheen vliegen. Hier is hij ook. Roodborstproducties voor al uw bladibla. Joop, ja, jij zou de bodyguard zijn hier. Hè? Dit moet je hem ook voorkomen. Onnodige reclame zoals dit. En daar... Oh, wie is dit ook weer? Truus. Jij hebt niet goed je werk gedaan. Maar er is dus blijkbaar een reclamefilmpje gemaakt voor mijn winkelcentrum noemen ze het. Ik zit natuurlijk een winkelcentrum in, maar het is een multifunctioneel gebouw, jongens. Maar zoals jullie hier kunnen zien, Roodborstproducties. Dit is blijkbaar het hoofdkwartier van Roodborstproducties. Wat is dit? Bedankt voor de reclame, hij was amazing. Groetmakelaar. En die heeft een vogel achtergelaten. Oh mijn god. Is dit het hoofdkwartier? Is dit het? Heel mooi. Maar goed, ik denk dat jullie wel benieuwd zijn. Dus dit is de reclame van de Roodborstproducties namens Rick Force. Echt vreselijk.
La-di-da-di-da. Kreet van verbazing. In beslag genomen? Ja, ja. Dit gebouw hier is in beslag genomen door Makelaar Force. Schors, maar niet tors. Makelaar Force? Dat betekent vast dat dit pand binnenkort verkocht gaat worden op een veiling. Verbazing! Ik ga snel mijn oom waarschuwen. Ja, ja. Wees er snel bij, want deze deal wilt u niet missen bij Makelaar Force. Schors, maar niet tors. Makelaar Force? Schors, maar niet tors. Het bedrijf dat ik al mijn pandjes vandaan heb gehaald. Ja, ja, we weten hoeveel geld u aan de melk van uw pandjes heeft verdiend. Ha, snapt u hem? Ja, ik snap het hem. Ik ben natuurlijk een pandjesmelker. Dus letterlijk gezien, melk ik die pandjes. En dat maakt het grappig. Makelaar voor. Eindelijk is het zover. Ik heb het winkelcentrum al jarenlang in het vizier. Er is wel een kans om hem te winnen. Op een veiling! Het is een groot pad met genoeg ruimte om een groot tropisch zwembad te installeren. Bedankt, Makelaar Force. Dit zal de huizenmarkt goed veranderen. U hoorde wat deze meneer hier zei, dus wees er snel bij. Het pand en informatiecentrum van Makelaar Force zijn te vinden in het dorp van Ene Walnut. Wie dat dan ook mag zijn. Klachten en vragen kunt u dan ook hier kwijt. De veiling zal deze datum plaatsvinden. Makelaar Force. Schors, maar niet tors. Ja, dat was dus de reclame. Vreselijk, maar ik moet zeggen, ik vind het wel leuk hoe ze het gedaan hebben. Dus ik ga binnenkort ook vragen voor reclame bij de Roodborst Producties. En dan ga ik je ziel verkopen, Rick. Ik ga je ziel verkopen. Over Rick gesproken. Rick heeft ineens een hele huis veranderd hier, jongens. Moet je zien, er stond hier een heel ander huis. En hij heeft nu ineens houtwinkel Force hier. Kijk hoe een leuk winkeltje er is voor bijna al uur oud. Bijna. Belangrijk dat hij dat erbij zet. Exclusief Pinocchio. Wat staat er? Exclusief Pinocchio. Oh, je kan Pinocchio, die zit daarboven. Die kan je waarschijnlijk niet kopen. Dit is een hele leuke winkel, dit. Dit ziet er veel leuker uit dan wat hij eerst had. Ook al was wat hij eerst had, was ook leuk. Maar dit is geweldig. Dit is wel helemaal heel leuk. En als het goed is hierboven... Ja, kijk, hierboven verkoopt Rick dus blijkbaar bijna al uw hout. En zo te zien is de waarde of de stok nog niet bijgevuld. Helemaal leeg. Lijkt mijn houtwinkel wel van seizoen 3. Goed, ik wil in de volgende aflevering... wil ik waarschijnlijk of verder gaan met de achterkant hier. Met dit bovenkantstuk hier. Of misschien zelfs de andere kant. Want als we even omdraaien hier, de andere kant is helemaal nog leeg. Maar ik twijfel, misschien dat ik daarmee ga beginnen. Of ik moet ook namelijk nog wat anders belangrijks doen. Dat is ten eerste dit oplossen. En als we even hier weer onder de barricade doorgaan. Ik moet natuurlijk ook dit dak hier nog mooi maken. Kijk, dit moet sowieso nog gedaan worden. En deze ruimte hier moet ook nog gedaan worden. Al heb ik een idee wat ik hiermee wil gaan doen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om dit een keertje dicht te maken. Want als je hier dan beneden loopt, voelt het gewoon iets meer af dan dat het nu is. Het voelt nu altijd gewoon als een... Vooral dit muurtje hier, dit ziet er leuk uit. Maar dit ziet er natuurlijk gewoon niet uit. Dus ik denk dat ik dit een stuk lager ga maken. Dus niet zo hoog zoals dat ik het hier gedaan heb. Maar dan kijken we wel even in de volgende aflevering. Eén van de twee. Of dit hier, of de achterkant daar, of de achterkant daar. We kijken wel even wat we gaan doen. Maar goed, voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken in deze video. Het is iets korter dan normaal, maar dat komt. Ik ben net terug van vakantie. Laat me even een beetje settelen. Er zijn heel veel dingen die ik allemaal moet gaan regelen. In de volgende video gaan we weer groots bouwen. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze YouTuber. En zijn video is namelijk Makkers, mijn grootste aardsrivaal. Maar ik gun hem wel misschien die keer die 50.000 abonnees of zo, weet je? Abonneer gewoon even op hem en kijk lekker zijn video. En dan nu dankjewel voor het kijken. Spreek je later. Glaasje water. Tel tot 4. Flesje bier. Tot daar wel.